start de show wordt. Stop de show vanaf morgen. M stopt ermee. Ja. Ik dacht dat je daarmee zou beginnen vanavond. Ja, ik hou me nooit ergens aan. Stopt ze helemaal? Of komt ze weer morgen terug? Is het afgelopen. Laatste keer, klaar. En voorbij. Na 5 jaar zegt ze... Het doek valt voor M. Ja. M komt weer terug. Kijk, het lijkt wel of we iets tegen die vrouw hebben. Het is een ex-collega van me. Dus ik heb helemaal niets tegen. Ze is nog niet onaardig ook. Maar dit kan ze niet. Ze hebben het wel lang volgehouden dan. 5 jaar. Ja, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, want als je op tv slechte kijkcijfers hebt... op je bak er niks van, dan sta je buiten. Ja. Maar gelukkig, Galit en Sophie, die komen terug. Alhoewel, nog wel werk in uitvoering. Dat hebben ze zo uitgebeeld. Ja, een hele goede avond en welkom allemaal. Yes, een eindje. Ja, welkom, fijn te kijken. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Galit en Sophie. Eerst nog even doorbouwen. Wat gaan we, jongens? Sorry. Galit en Sophie, vanaf maandag dagelijks bij BNNVARA op NPO 1. Ja! Kom dan maar in, Angela! Ik geloof niet dat het decor het grootste probleem van dat programma was. Toch? Ja, nee, waar aangetimmerd moest worden. Nee. Nee, dat dacht ik ook. Nee. Ik vind het een beetje een aparte promo. Maar goed. Ja? Ben je verrast dat ze terugkomen? Nee, dat was al aangekondigd. Ja. Maar toen het aangekondigd werd, was je toen verrast? Nou ja, verrast. Ik bedoel, de NPO heeft natuurlijk een besluit genomen door Galit neer te zetten. En ze kunnen het niet maken om dan 1 seizoen er alweer af te halen. Waarom niet? Dat hebben ze toch met. Dat zou natuurlijk wel weer erg gezichtsverlies zijn voor Frans Klein en consorten. Dat hebben ze toch vorige keer ook gedaan met de vooravond? Gewoon een seizoentje wegwezen. Dat was ook 2 seizoenen. Ja, maar ja, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Maar dat begreep ik niet, want ik vind die Vier dan gewoon goed. En die jongen uit Rotterdam, die moest nog veel leren. Maar deze advocaat, die is ook zomaar daar neergezet. Dat is ook geen geboren presentator. Nee. Bepaald niet, nee. Nee, die moet nog wel een paar uurtjes maken, denk ik. Dus in dat kader is het inconsequent dat die andere 2 zomaar weggestuurd zijn. En dat is natuurlijk ook één... Want je zag natuurlijk dat de M het afgelopen seizoen... echt wel in een soort vrije val zat, ook qua kijkcijfers. Daarvoor, de eerste seizoenen was het best een aardig programma. En zat er een stijgende lijn in en deed ze het leuk. En was het ook gewoon een vrolijk programma. Maar met corona en met Black Lives Matters... en het hele gedoe van de acties voor de cultuur... het werd zo'n ontzettend woke, saai programma... met oninteressante gasten en iedere avond ongeveer hetzelfde. En ook vooral de kijker die het nog steeds niet snapt... waarom de vooravond inderdaad moet stoppen. Want dat merk je iedere keer als je er iets over schrijft... dan krijg ik altijd weer mailtjes van... ja, maar waarom moesten Fidan en Renze dan stoppen? Maar weet je wat is, lieverd? We hebben natuurlijk ook te maken met het feit... dat het ook niet altijd makkelijk is om mensen te krijgen, natuurlijk. Hè? Wij krijgen bijna geen mensen hier. Nee, we krijgen bijna geen mensen hier. Waar staat het dan al liggen?